Ja, vertel eens, waar zijn we nu? Dus we zijn hier op de Vrijenstraat nummer 1 in Woon. Het waterpeil is extreem hoog hier, het staat op zijn maximumpeil. Deze morgen is het water van door de muren binnengekomen. En nu deze namiddag gaan we kijken voor met een pomp alles uit te pompen. En eventueel zandzakjes aan de buitenkant leggen, als het lukt of niet. En dan gaan we er hier eigenlijk terug weer kijken als ze in de boksen terecht kunnen. Anders gaan ze nog veel meer overplaatsen naar een andere, hogere gedeelte. Wat we doen dan kunnen, het is 10:00. Ja. Wanneer werd het hier kritiek? Vanaf woensdag zagen we in dat het waterpeil enorm hoogte, dus 2 à 3 centimeter per uur. Dat hebben we nog nooit meegemaakt, zo hoog. In 3, 4, 9, 30 jaar geleden stond de pijl ook zo hoog, maar dat was in de tijd van mijn vader, nu is 25 jaar dat ik op de boerderij hier ben. Men had dat wel meegemaakt dat we langs achteren in het gebied onder water stond. Dat was voor een paar dagen en was het weer weg. Maar het is te extreem gekomen. En men al de water uit Frankrijk had, uit Roesbrugge, Staven, en dat komt hier terecht eigenlijk omdat we hier in het laatste punt zitten. En dat gaat hier ook langs sturen en dat terug al afgevoerd worden. Maar ze doen er allemaal de dienst aan van zoveel mogelijk watercapaciteit naar zee te brengen. Maar mijn hoop dat het niet te veel meer regent en dat het water op zijn pijl blijft. We hebben nu de laatste 2 dagen gezorgd voor de Nahar vrij te houden met een zandzakje eronder leggen. Met een berm gelegd met de graspakken. Voor de graspakken hebben we zandzakjes gelegd. En we zijn nu aan het afpompen met zwaardere pompen. De firma Degro is ook aanwezig met een pomp voor het watercapaciteit te verhogen en te vermeerderen. Zodat we eigenlijk geen water binnenkrijgen in de loods. Want in de loods staat er meer van al van waarde en hooi en strooi en werkplaatsen, werkruimte en machines. Je hebt al de dieren verschillende keren verhuisd? Ja, ik ben de dieren al 3 keer opgeschuift. De jongdieren zitten nu tussen de koeien. Normaal zijn die 50 koeien, 55 koeien, maar er zitten al een heel stuk jongvee tussen de koeien. En we kijken voor nog zoveel mogelijk op te plaatsen naar hogere delen. Maar de commandant, de brandweercommandant, en het gelukkig zegt dat het water stabiel is, maar het gaat nog 1 à 2 dagen duren, één dat we een niveauverschil zien. Ja. Slaap je? Ja, dat is al 4 dagen dat we ermee bezig zijn, dat is al 3 dagen dat ik s'nachts altijd kijken. Zowel van voor langs achteren, aan alle kanten de pompen bekijken, een uurtje naslaan. Maar je slaapt niet meer, je komt op en tenden, maar de stress niet, maar de adrenaline doe je courage. Hoe gaat het met je dieren nu? De dieren gaat redelijk goed, maar van enkel dieren zijn een beetje onder voet niet, maar onderkoeld van de wachten die in stal is, maar gelukkig met de wind en de zon is er en dat droogt weer in stal op. Dus voorlopig kan het geen kwaad? Voorlopig heb ik nog de veearts niet, de dierenarts niet nodig had, maar we gaan dat wel zien achter een week. We kunnen er nu momenteel nog niets over beslissen, dat gaat zien achter een week of 14 dagen dat we toen gaan we zien wat dat de schade gaat zijn. Maar vooral de graskuilen, de hooi, voordroppen en allemaal, dat is het kritiekst en allemaal. De maaierskuilen. Wanneer moeten de koeien geëvacueerd worden? Vanaf welk punt? Hoeveel marge is er nog? Ja, nog tussen de 5 à 10 centimeter. Ja, voor de koeien heb ik nog een beetje meer, maar voor het jongvee niet meer. Ja, maar hopelijk, mannenkaars zijn hangsteen voor beterschap.